Vijf uur. En toen was het wachten. Was het wachten. Tot 7 uur opbouw. Ja, je mag alles neerleggen. Ik ben nu mijn drumvel erop aan het doen. Heel spannend allemaal. Alles onder controle. Ja, vooralsnog. Alles doet het. Oh, we hebben nog even gekrast. We hadden krasloten mee. €5 en een gratis en krasloot. Waar komen jullie vandaan? Groningen. Komen jullie speciaal voor Orange Skyline of gaan jullie naar de staat bijvoorbeeld? Geen kleine naam? Nee, ik heb die al gezien, dus ik denk dat jullie naar. Daar ben je wel op uitgekeken. Dus ik denk dat we hierna gewoon weer terug gaan. Ik kom morgen heel vroeg werken. We zijn hier vanavond voor jullie en geef ze een grote applaus. De mannen van Orange Skyline! Jezus, nog een heel even voor je schat. Ja. Nee, maar waar moet je naartoe komen? Mijn verjaardagsfeestje. Je mag ook komen, hè? Ja, verjaardagsfeestje! Moet je er even naartoe gaan? Ja, dat is best zo ziek als een hond, joh. Er zijn heel veel knappe meiden, en je allemaal vrij gezellig. Dus, ja, maar wij niet meer. Nee, maar hoe is het nou om na zo'n optreden opgewacht te worden door zulke fans? Is het gek? Ja, dat is echt heel cool. We hadden het er net over dat bijvoorbeeld... Er is één meisje bij die komt gewoon uit Heerlen en die zit 4 uur in de trein naar Assen toe om bij zijn optreden te komen kijken. Dat vind ik echt helemaal te gek. En die is er heel vaak bij bijvoorbeeld. En zo zijn er nog meer mensen die we
vanuit het hele land een beetje. Dat is zo tof als je dat dan, als je podium ziet, dan zie je allemaal van die klikjes zo samen gaan. Sommige gezichten die begin je dan bij meerdere optredens weer terug te herkennen. Het grappige is ook dat mensen die na een optreden blijven staan, elkaar ook weer beginnen te herkennen en elkaar opzoeken. Ja. Volgens mij. Ja, dit doe je het wel voor. Ja, dat is te gek.